8000 euro bij elkaar. Ja. Kom naar de doorgeleefd van Sanne. Verhaal van de Run voor Sanne start hier op het Trevianum College in Sittard. Op 5 HAVO zat Sanne van Maurik, die afgelopen jaar vocht tegen kanker. Ze leek genezen, haar haar groeide weer. Ja, 2 weken geleden kregen we het bericht dat bij een controle was gebleken dat het toch weer terug was. Nu in het ruggenmerg. En dat is natuurlijk, als een blad aan een boom verandert dat natuurlijk alles, slaat alles om. Hey, moet wij even storen? En dus kwamen de leerlingen in actie. Er werd een actie gestart om de laatste droom van Sanne waar te maken. Zoals jullie allemaal waarschijnlijk al de afgelopen week gehoord hebben, is Sanne ziek. En wil ze graag nog een keer het Noorderlicht zien en willen wij als school daar geld voor ophalen. En zo werd er ook besloten om mee te doen aan de DIS familieloop in Sittard. 2,5 kilometer, allemaal voor Sanne. Iedereen was blij dat ze weer genezen was en het haar kwam weer terug. En ja, iedereen was gewoon weer blij en ja, zijn nieuws, dat is gewoon onbeschrijfelijk. En zo kleurt de markt in Sittard plotseling helemaal wit met die honderden en honderden t-shirts. Allemaal voor de Run voor Sanne. Ja, maar ze verdient het wel echt. Want ze heeft echt hard gevochten. En het duurt even, maar dan is Sanne er ook zelf. Een beetje beduust van zoveel openlijke steun, zoveel warmte, zoveel vriendschap ook. Ik wist eerst dat het echt zoveel is. Ik denk, ik ga erin en één iemand heeft een t-shirt aan, maar nu heeft iedereen een t-shirt aan. Dus het is echt erg. Ah, fantastisch, mooi wel. Ja, het is wel echt heel mooi. Maar ja, ik vind het echt heel erg overdreven, maar goed. En dan hebben we het georganiseerd, dus ik ben er eigenlijk al heel erg blij mee. Honderden leerlingen van het Trevianum verzamelen zich dan in de Putstraat, wachtend op de start voor hun Run for Sanne. Dus, en elke dag kwamen er nog mensen bij. Nu hebben zelfs nog mensen zich op het laatste moment nog ingeschreven. Dus we zitten bijna op de 700, denk ik. Dat is fantastisch. Sanne zelf staat langs de kant en ziet dat andere lopers nog profiteren van de steun van haar vrienden. Haar peloton. Ik vind het geweldig. Ik kreeg er echt kippenvel van. Dat ging er zo gaan doen voor mij, de leerling. En dan is het tijd om te beginnen. Een emotioneel moment. En dat startschot mag Sanne zelf geven. Oké. 5, 4, 3, 2, 1. Sanne, ongelooflijk. Zoveel mensen, joh. Het zijn er ook echt veel. Had ik echt niet gedacht. Lange na niet. Het is niet vaak dat Sittard op één plek, in één rondje van 1,5 kilometer, zoveel kameraadschap voorbij ziet trekken. Een vrije zondagmiddag, 700 leerlingen op de Bres voor één medestudent. En die staat als dank bij de finish. We waren heel trots op dat gewoon alles wat ze heeft doorstaan en we hebben de hele tijd gerend, want we dachten gewoon ja voor Sanne kon wel doorgaan, want en dat we hopen dat ze het Noorderlicht kan zien. Ja echt. Daar gaan we door. Ja, hij is aardig blauwend worden. Zie je echt wel het verschil. Deze is helemaal blauw zo. Dus, Blijf nu even hier en dan kunnen we dadelijk kijken welk bedrag is verlegen worden. Ja? Applaus voor jezelf. Sanne! Ja! Oké. Okay. Voor Sanne. Ik wil Sanne misschien nog even vragen om even de eerste reactie te geven op de liefde die je gekregen hebt van al je medestudenten. Ja, echt. Wat kan wel van zeggen, Sanne? Ik ben iedereen echt dankbaar voor zo'n bedrag. Dus.
Ja, ik weet niet wat te zeggen. Nou, dankjewel, dat is gewoon de eerste keer. Maar we gaan in ieder geval het Noorder licht zien, Sanne. En voor mij uit te zoeken dat in september dat ik naar het Noorder licht toe ga. Ongeveer. Rond die tijd. Dankjewel en bedankt voor je komst.